Ik ben Marijn de Jong. Ik ben bij Signify verantwoordelijk voor open innovatie in Europa. Signify is het voormalige Philips Lighting. Hè, en zodoende bestaan we dus al bijna 130 jaar. En waar ik het vandaag met jullie over wil hebben is UVC inzetten tegen het bestrijden van het coronavirus. We zijn als Philips Lighting en Signify toonaangevend producent van UVC-lampen. Die worden normaliter gebruikt voor waterzuivering. En sinds het coronavirus zijn kop opsteekt, zien wij ook een enorme interesse voor het desinfecteren van gebouwen, ziekenhuizen, intensive care units. Dus hebben wij onze productie enorm opgevoerd van deze UVC-lampen. En we zijn ook aan de slag gegaan met het toepassen hiervan in niet-medische settings. Ik zal even naar de volgende. Hoe kan dat nu? Nou, sinds de uitbraak van de coronacrisis in China hebben we gezien dat allereerst gegrepen werd naar natuurlijk desinfectiemiddelen, chemische bestrijdingsmiddelen, maar ook naar andere desinfectieoplossingen die bij eerdere uitbraken een rol hebben gespeeld. Zo was er een uitbraak van bijvoorbeeld mazelen, of wereldwijd tuberculose, hele taaie pathogenen waar heel weinig tegen te doen is en die zich door de lucht verspreiden. Dus hebben wij gelijk met Boston University ingezet op een onderzoek naar het bestrijden van het coronavirus met UVC-licht en hebben we al heel snel aangetoond dat het inderdaad mogelijk is. En dat is geen verrassing, want UVC-licht wordt normaal gesproken tegengehouden door onze atmosfeer, maar kunnen wij hier op grondniveau zeg maar opwekken met een TL-buisachtige lamp. En die is heel schadelijk voor bacteriën. Schadelijk voor virussen, schadelijk voor schimmels, omdat je DNA van zo'n virus of bacterie onschadelijk maakt. Nou heb ik het hier specifiek over upper air UV. Dus dat is in het bovenste deel van de ruimte waar mensen niet aanwezig zijn, waar je niet blootgesteld wordt aan dit licht. Het gebruiken van UV-licht om microdruppeltjes, waar mogelijk een virus in zit, onschadelijk te maken. Daarbij moet natuurlijk wel gezegd worden, je bestrijdt virussen die zich door de lucht bewegen, die ook langere tijd in de lucht aanwezig zijn. En dat is nog geen heel geaccepteerde manier, al zie je wel dat er met name in Duitsland, Rusland en ook in Amerika steeds meer onderzoek wordt gedaan naar het bestrijden van virussen met UV-licht. Want, wat zien we hier in Nederland, nog altijd de 1,5 meter afstandregel, handen wassen. Maar is dat voldoende? Nou, we zien dus steeds vaker melding gemaakt worden van goed ventileren. En dat gaat allemaal over het bestrijden van microdruppeltjes in de lucht. Hoe langer je in een ruimte bent, waar een besmet iemand, al staat die 5 of 6 meter verderop, microdruppeltjes uitstoot, het zij door hoesten, niezen of gewoon door praten of zingen, dan kun je zelfs op een afstand groter dan 1,5 meter besmet raken. Zeker als je gedurende een uur, 2 uur met zo'n persoon in dezelfde ruimte bent. Wanneer dat gebeurt, zie je dus dat het vaak ook geen 1-op-1 besmetting is, maar van 1 persoon naar heel veel mensen. En dan noemen we dat een superspreading event. En zo zijn er beruchte superspreading events waarbij 1 iemand een hele groep mensen aansteekt, tijdens de après-ski in februari, tijdens het carnaval in Brabant in het voorjaar en een hele specifieke voetbalwedstrijd die in Noord-Italië echt een enorme uitbraak rond Bologna in gang heeft gezet. Ook zijn er nu inmiddels, nu we ruim 1,5 jaar met deze crisis te maken hebben, de wetenschappelijke papers verschenen op het gebied van deze microdruppels. Dit is een klassiek voorbeeld helemaal uit het begin, een callcenter in Korea. Je kan je voorstellen, iedereen zit daar te praten en te ademen, zit de hele dag daar binnen. En daarbij was 1 iemand ziek en die heeft volgens deze plattegrond gezien iedereen op deze blauwe stoelen aangestoken. Je ziet dus, het gaat niet alleen om de omgeving van 1 persoon, het gaat echt over een hele afdeling verspreid, dat mensen met een werkplek op die plekken uiteindelijk gedurende een hele dag besmet zijn geraakt. En dit is dus geen 1,5 meter, dit is via aerosolen gegaan. Dit zijn tekeningen van de luchtstroming van een restaurant in China.
Helemaal in het begin van de corona-outbreak is er iemand vanuit Wuhan, waar het toen heel ernstig was, een ziek iemand, in een restaurant in Guangzhou gaan zitten. En die zat hier achterin aan tafel, in het midden, in de luchtstroom van een airconditioner aan de muur. En wat zie je nu gebeuren? Die airconditioner heeft een luchtstroom in circulatie teweeggebracht, bovenlangs en dan langs deze besmette persoon onderlangs. En er was een soort van kolk ontstaan, waardoor de microdruppeltjes die deze persoon gedurende anderhalf uur heeft uitgeademd en gesproken, iedere keer langs andere mensen in de buurt kwamen, ook mensen die verder weg zaten. Dus deze persoon stak niet alleen de mensen aan haar eigen tafel aan, maar ook aan de tafels er links en rechts van. En dat is hier aangegeven met een aantal rode poppetjes, die dus verder dan anderhalve meter weg zaten, maar wel gedurende de anderhalf uur dat deze mensen samen in een restaurant hebben gezeten, zijn aangestoken. Je ziet ook dat andere tafels die niet in dezelfde luchtstroom zaten, dat daar de mensen niet ziek zijn geworden. Dus je ziet ook duidelijk dat deze microdruppeltjes daar door de luchtstroom zijn meegevoerd en ook op een bepaalde manier daar gevangen zijn geraakt. Waardoor je dus een bepaalde concentratie aan druppeltjes kreeg. Hier een voorbeeldje hoe dat in een ruimte zonder goede ventilatie zou gebeuren. Eén persoon niest, hier op tijdstip 0. En dan, 3,5 minuut later, zweven die microdruppeltjes door de ruimte. Sommige gaan omhoog, sommige gaan omlaag. De grote druppeltjes zijn binnen 1,5 meter naar de grond gevallen. Maar de kleinste druppeltjes zie je zelfs hier 20 minuten later helemaal verspreid door de ruimte nog steeds hangen. En eigenlijk staat iedereen in deze ruimte dus de nies van 20 minuten geleden in te ademen. En afgelopen week kwam er nog een nieuwsbericht uit de Universiteit van Amsterdam, waarbij zij hadden gezien dat in een lift waar iemand heeft geniest, zelfs een half uur later nog meetbare microdruppels met het coronavirus gevonden kunnen worden. Daarom is het erg belangrijk om, zeker in minder goed geventileerde ruimtes, iets aan die microdruppeltjes te doen. En we kunnen er iets aan doen. Vanuit de tuberculose wordt er al jarenlang geadviseerd om upper RUV toe te passen. Je ziet hier een handleiding van het Amerikaanse CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, die aangeeft hoe je tegen tuberculose IVC kan toepassen. En dat doen ze door middel van het herleiden, zeg maar, van ventileren versus UVC. Je zou dus grofweg kunnen zeggen dat wanneer je luchtkwaliteit op orde is, je CO2 is laag genoeg, je luchtvochtigheid is onder controle, je temperatuur is goed, kun je in principe een equivalent aan ventilatie toevoegen middels een UVC-lamp. En dan heb je het over de ventilatiefout verhogen. Dus het aantal air changes per hour wordt aangegeven van hoeveel virus verwijder je nu uit de lucht middels ventileren volgens dit staartje. En middels UVC voeg je daar nog een factor aan toe. Dus de lucht beweegt zich lang over de ruimte, wordt daar gedesinfecteerd, virusdruppeltjes worden geneutraliseerd en zo kun je UVC zien als het toevoegen van extra ventilatievout, extra luchtcirculatie aan een bepaalde ruimte. Dus de lucht beweegt door de zone waar de UV-lamp straalt, niet waar de mensen lopen, en wordt dan binnen enkele seconden gedesinfecteerd. Nou, en dat kun je op allerlei plekken toepassen. Dit is een voorbeeld wat ik goed ken. Aan de TU Eindhoven hangt het in een fitnesscentrum. Daar ter plekke. Ze hangen aan het plafond. En het is dus niet de bedoeling als deze lampen aanstaan dat je in die halve meter van het plafond waar die lampen hangen komt. Dus wanneer je iets wil ophangen aan het plafond, zet je die lampen uit en dan kun je daar werken. En dan zet je ze aan als iedereen aan het sporten is. En alle druppeltjes die mensen tijdens het sporten uitademen, worden daarboven in de lucht gedesinfecteerd. Marijn, dit is een andere. Wijs ja. Op de tijd. Ja, dit is bijna mijn laatste slide. Dus aan de andere kant zie je dat we ook aan de muur een aantal dingen hier op een truss staan, als een test hebben bevestigd. Dus je kan het aan het plafond doen, je kan ze ook aan de muur hangen. En dan alle lucht die daar binnen de eerste paar meter langstroomt, wordt door die UV-lamp bestraald en vervolgens ook gedesinfecteerd. En zo kun je dus met UVC-licht in principe een equivalent aan ventilatie toevoegen aan een ruimte die anders
een gevaarlijke concentratie aan microdruppeltjes samenvatten. Hey, Marijn, in de chat vroegen een aantal mensen af, bijvoorbeeld dat restaurant wat je in China laat zien, hoeveel lampen zouden er nodig zijn? Kan je een indicatie geven? Nou, het is sterk afhankelijk van hoe het gesteld is met de ventilatie, hoe goed dat nu al is geregeld, of er recirculatie aanwezig is. Als vuistregel kun je ergens tussen 1 lamp per 25 of 50 vierkante meter wel aanhouden. Maar de lichtontwerpers van Signify die helpen met het ontwerpen van de juiste installatie voor een ruimte. En als je dus heel veel, dan zeg ik het even namens Marijn, wil je echt precies weten hoe het zit, ga naar het innovatieplein. Daar zitten de experts die je veel meer kunnen vertellen. Dankjewel Marijn.